Rogier wilde positief afsluiten naar play-offs toe. Is dat gelukt volgens jou? Ja, we hebben gewonnen. En, als je de wedstrijd terughaalt, zijn we slecht begonnen. Hebben we eigenlijk de goals zelf weer weggegeven, de eerste. Ja. Nou, daarna denk ik dat we goed teruggekomen zijn. Maken geweldige 1-1, echt een geweldige goal. Dordrecht is niet echt gekomen om te voetballen, zou ik maar zeggen. Nee. Die hebben eigenlijk 3 bussen meegenomen vandaag. Ja. Na rust heb je denk ik wel een paar grote kansen gecreëerd. Nou, we hebben ook een grote kans tegen gehad, die pakt Matthijs goed. En uiteindelijk win je hem nog na 5 keer wisselen, dus dat is lekker. Terry, Tijn niet gezien. Hoe vond je het gaan de afgelopen weken? Ja, wel gewoon goed. We speelden als ploeg best goed, vond ik. In het positiespel, in het naar voren komen, creëren van kansen. En ik voelde me gewoon comfortabel. Ja, natuurlijk. Ik speel hier al 3 jaar, dus ik voelde me gewoon comfortabel om weer in het elftal te staan. En gewoon mijn ding te doen. Zonder nu in detail te treden, hè, maar een paar weken geleden spraken we elkaar. Toen zei je dat je Barreto doorschoof, hè, ja, naar viermansverdediging. Almere speelde uit, ook vrij verdedigend. Overweeg je dat nu ook al te doen? Of? Ja, daar gaan we naar kijken. Hè. Ik weet, het middenveld van Almere is op dit moment Smeets, Reserveur en Koolwijk. Nou, dat zijn allemaal controleurs eigenlijk. Ja. Dus het zal zeker een optie zijn om Edgar wat sneller in het middenveld te krijgen. Maar goed, dat gaan we vannacht al bekijken, denk ik. En dan gaan we er morgen mee aan de slag. Hoe heb je scherp gehouden de afgelopen tijd? Ik weet gewoon altijd dat ik sowieso nodig ga zijn. En dat hou ik gewoon in mijn achterhoofd. Dus al zit ik op de bank, dan ben ik er nog steeds mee bezig. Ik laat me eigenlijk niet afleiden, want ik weet gewoon in voetbal kan alles gebeuren. Die kan geblesseerd raken, die kan geschorst worden en dan moet je er staan. Ja. Ja. Van Rooyen heeft natuurlijk een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, hè, als rechtsback. Dat is eigenlijk jouw concurrent, maar je laat nu zien dat je centraal ook uit de voeten kan. Wat is dan nou jouw positie? Ik ben van origine centrale, maar ik was overgeplaatst naar rechtsback omdat ik wat kort was, zeg maar. Maar centraal kan ik gewoon uit de voeten komen. Ik vind het ook gewoon lekker daar te staan, veel aan de bal te zijn, keuzes maken. Dat vind ik gewoon interessant en leuk om te doen. Ja. Dus centraal is eigenlijk mijn favoriete positie. En maakt 5 of 4 dan nog uit achterin? Nee, in principe niet echt. Eigenlijk niet, nee. Wat ga je nou anders doen dan de uitwedstrijd een paar weken geleden? Het is Almere, volgens mij is het duidelijk. Ja, tenzij de Graafschap verliest, denk ik. Ja, of niet? Nee, want Almere heeft volgens mij gelijk gespeeld. Nou, dat weet ik ook niet zo goed. Nee. Uiteindelijk, als je van Almere uitgaat. Nou ja, ik denk dat Almere toen heeft geprofiteerd van de fouten die wij gemaakt hebben. Heel compact gespeeld heeft ook. Ja, dus ze zullen daar een gaatje moeten vinden en geduldig moeten zijn. En ik denk dat we in ieder geval ook vanuit een gesloten organisatie moeten spelen. Want zij hebben niet enorm veel creativiteit, zou ik maar zeggen. Nee. Maar ik denk dat het gelijkwaardig is. En we zullen scherp moeten zijn, wat het wordt in details. Goals weggeven, beslist. Ga je dan nog wedstrijden terugkijken ook van NEC tegen Almere? Nou, niet alleen van ons, maar ik heb vanmiddag de laatste 2 wedstrijden van Almere bekeken. Oh, ja. Omdat ik een beetje een gevoel had het is trouwens wel Almere volgens mij. Ja, dus die heb ik net vanmiddag bekeken. Dus wat dat betreft zit ik al op de goede weg.